Welkom bij de uitbreiding van Total Streng. Yo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag hebben we fantastisch nieuws. Allereerst, ik zit hier op een tweede verdieping met een plat dak en het regent. Dus sorry als de microfoon een beetje raar doet en de kwaliteit van het geluid niet al te best is. Nummer 2 is dat we gaan uitbreiden. We gaan namelijk bijna 2 keer zo groot worden. We gaan allereerst vandaag dit hok eens een beetje opruimen. Want het is echt een gigantische zooi in dit hok. Dit is eigenlijk een beetje mijn... opslaghok geworden. En nu ik natuurlijk uitgebreide... Hoppakee. Nu ik uitgebreide, kunnen we natuurlijk al deze spullen ook mooi gebruiken. Zoals jullie zien hebben wij hier staan nog 2 squatrekken. Inclusief pulley. Nog een bankje. Voor de rest eigenlijk valt het wel mee. Ik heb bij de andere locatie... die ik jullie uiteraard zo laat zien. Heb ik net al wat heen en weer gelopen. Er staan namelijk nog een squatrek en nog 2 bankjes. Maar er is een probleem met een van die bankjes. Het bankje waar ik het net over heb. Het bankje heb ik namelijk zojuist gekregen van een lid. Alleen het bankje is in een niet al te beste staat. Ik heb nog nooit de bovenkant van zo'n bankje vervangen. Er zit ook een heel raar kussentje op. Heel vreemd. Maar zo kan het bankje in ieder geval omhoog. En ik heb vandaag mijn auto bij me. Dus we schroeven die paar schroeven los. Halen de zitting eraf. Thuis opnieuw bekleden. En voilà. De stof is besteld. Ik moet nog even kijken hoe dat gaat. Zoals ik net zei, ik heb nooit zo'n bankje vervangen. Even kijken of het goede stof is. Dat ga ik niet doen in deze video. Dat ga ik misschien in een volgende vlog doen. Wat ik wel ga doen in deze video is jullie... de nieuwe ruimte laten zien. Dus ik ga de camera even meenemen. Ik ga jullie een beetje laten zien hoe ik dit ga indelen en wat de bedoeling is met deze ruimte. Gaan we doen! Oké, we zijn binnen. Hier komen 3 squatrekken te staan. Hier komt een squatrek met een pulley. Hier komt ergens een halfrek te staan die er al voor de helft staat. En er komt daar ergens nog een squatrek in de andere hoek. Wat we ook nog gaan maken is eigenlijk hetzelfde als in de andere loods, in de andere locatie. We gaan hier een baan maken, een grote baan voor de slee, zodat we hier eventueel met een slee of een yoke of iets dergelijks kunnen lopen. Dat, zover ben ik ongeveer met het plan. Dan hebben wij hier nog wat deuren die niet van mij zijn. Maar hier kan mooi een opslagrek staan of bijvoorbeeld iets voor de... bijvoorbeeld iets voor de atlasstenen of noem maar op. Moeten we nog even naar kijken. Dan gaan we hier natuurlijk nog een hele muur inbouwen. Gaan we de deur dichtbouwen. Er komt ook nog een andere deur in. En daar aan de voorkant, ik weet nog niet precies hoe en wat. Ik wil in ieder geval heel veel nieuw materiaal gaan bestellen. Ik wil eigenlijk mijn oude ruimte, slash ruimte die ik al heb, die wil ik gaan kopiëren. En hier kunnen dus mijn leden, die kunnen gewoon vrij in- en uitlopen. Wordt dus alleen voor de leden hier, zodat het heel kleinschalig blijft. Zoals jullie zien is het best wel een flinke ruimte. Ik sta nu tegenover mijn huidige ruimte, dat is... Hoppakee, hier. Dus dingen die ik wil kopiëren vanaf deze ruimte. Eigenlijk de bank, maar ja, die is, ja, er wordt niet zoveel gezeten in de sportschool. Hoe dan ook, die bank die zou echt heel lekker zijn, daar moet ik nog iets op verzinnen. Dingen zoals de waterroeien, die gaat bijvoorbeeld naar een andere locatie toe. Natuurlijk autoballen, slamballs, battle ropes. Dezelfde opstelling, deze opstelling die werkt fantastisch. Dit zijn net gloedje nieuwe ATX rekken met bankjes. Uiteraard ga ik ook nog bankjes kopen. Een nieuwe slee zal er ook gaan komen. Een dumbbell rek. Ik heb een hele mooie set gezien. Een mooie dumbbell set. Deze die gaat tot en met 40 kilo. Misschien dat ik
in de vrije trainingsruimte iets tot en met 30 kilo koop. Of ik wissel deze bijvoorbeeld om. Dus daar even een beetje kijken. Atlasstenen twijfel ik nog over. Die moeten er wel een keer komen. Misschien nog niet direct. Barbells, een hele rits. Multigrip bars, noem maar op. Daar moet ik ook nog even naar kijken. Ik heb thuis in mijn huidige opslag, waar mijn vriendin niet zo blij mee is. Want ja, dat is haar kamer eigenlijk. Daar heb ik ook nog barbells liggen. Al met al, dit gaat een hele grote verbouwing worden. Mooi, dat is ook weer gelukt. Het is even kijken, zoals jullie zien. Waarschijnlijk zit dit met nietjes vast. Moet even rustig en beheerst kijken hoe dat vast zit natuurlijk. Dat is ook wel handig. Nou, dat is kinderlijk eenvoudig. Zit gewoon een plaatje hout onder. Gaan we binnenkort even de stof eraf halen. Kijken of we die weer een beetje netjes kunnen krijgen. Strak trekken. Nietjes erin. En klaar. Nieuw bankie. Negen jaar geleden, toen woonde ik nog bij mijn ouders thuis en toen was ik 19. Toen kocht ik mijn allereerste squat rack. En ik hoor mijn vader nog zo zeggen: Raymond, zou dat nou wat doen? Koop zo'n squat rack nou niet. Bankje, gewichten, alles erbij. Je bent 1000 euro verder, word nou gewoon lekker lid van de sportschool. En als je dan niks vindt, weet je, dan kost het je in ieder geval niet al te veel geld. Van al dat geld kan je 5 jaar een sportschoolabonnement nemen. Daarvoor was ik natuurlijk al 3-4 jaar te zien in de sportschool, maar ik had het daar niet naar mijn zin. Dus ik besloot toch om die spullen te kopen. En waarom? Omdat ik in mijn hoofd 9 jaar geleden al zag, oké, ik wil dit hebben. Een kleine locatie, een loods, waar je andere mensen kan trainen. Dat leek me fantastisch, leek me de beste baan ter wereld. Dan kan je op dit moment verklappen, dat is het ook. Ik had op dat moment al zo'n visie, want ik keek naar andere YouTubers en ik dacht, wow, weet je, die mensen die inspireren mij. Wow, die kunnen gewoon met andere mensen trainen, lekker, sfeer is altijd gezellig en je kan kennelijk gewoon van je passie, kan je je werk maken. Als je een visie, een doel, laat ik meer zeggen een obsessie hebt in het leven, ga er dan achteraan. Niemand kan je wat maken. Ook al zegt iedereen, doe dat nou niet. Zou je er wel over nadenken? Denk er eens een beetje over na. Misschien moet je het geld niet daaraan uitgeven. Misschien moet je dit en dit gaan doen. Doe wat je gelukkig maakt. Als je nou faalt, maakt niet uit. Maar als je een leven lang leeft in spijt en terughoudendheid. Dat je denkt, oh, had ik maar dit, had ik maar dat. Ah, dat lijkt me het ergste gevoel wat er is. Ga doen wat je leuk vindt. Of dat nou de nieuwe Mr. Olympia worden is. Of dat je doelstelling is. Of je nou de nieuwe sterkste man van Nederland wil worden. Of Alex Moni je voorbeeld is. Of Arnold Schwarzenegger. Het maakt niet uit. Als je dat wil doen en iedereen zegt doe het niet. Doe het wel. Als jullie meer van deze video's willen zien. Meer een soort van vlog video. Laat dan gewoon even een reactie achter. Je hoeft niet eens te abonneren. Dat maakt niet uit. Maar laat gewoon een reactie achter, want dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om een beetje met jullie in contact te komen. En de ruimte gaat natuurlijk nog een stuk meer uitgebreid worden. Er komen nog allemaal nieuwe materialen, zoals ik net al zei. Dus ik hoop jullie gewoon bij de volgende video te zien. Zoals altijd, dit was Raymond Schultz, totstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.